de volgende groep met de Mouders van der Wallen bij Emil Ravenshorst. Op de thuisbaan is het de Ravenshorst. Dan komt dan Brian Kloon naar voren. Het is Brian Kloon die aan de leiding gaat hier. Dan is het inderdaad Emil Ravenshorst op 2. En dan zit er nog een DVU Haagsleider bij. Volgens mij Thomas Burgboer. Het is Brian Kloon, Emil Ravenshorst en Robin van der Valk. Die Costa springt op 4 en die Bergman komt op draad op nummer 75 van Mauritz van der Waal. En die gaat de strijd aan om het Tico te aantrekken. Voor Emil, daar gaat hij dus inderdaad weer in. Brian Kloon voor Robin van der Valk en Emil Ravenshorst.